Als iemand begint om in zijn leven het hier en nu goed te beleven en daar steeds weer opnieuw mee begint, dan zie je dat alles wat hij doet als vanzelf iets plechtigs gaat krijgen. Je merkt dat het leven van die medemens alleen nog maar gebaseerd is op één enkel bovennatuurlijk fundament: de liefde tot God. Maar tegelijkertijd geeft dat plechtige, dat kenmerkwoord van al zijn handelingen, in hoge mate kleur aan zijn bestaan. En als gevolg daarvan komt zijn of haar geestelijke gestalte steeds duidelijker naar voren. Zo zou je van hem kunnen zeggen dat hij verzonken is in God tijdens het gebed. Vrij en opgewekt in gezelschap. Nauwkeurig in de vervulling van zijn plichten. Veeleisend tegenover zichzelf. Broederlijk met iedereen. Streng in de discipline voor degenen die van hem afhankelijk zijn. Barmhartig als iemand valt. Rotsvast overtuigd van zijn eigen niets en van Gods almacht. Vaak onvoldaan over wat hij heeft gedaan, maar altijd bereid om te hopen en opnieuw te beginnen. Menselijk leven is aangetast door de erfzonde, is het noodzakelijk voortdurend opnieuw te beginnen. Maar juist dat helpt ook om een zekere vaste lijn te vinden, ondanks de verscheidenheid aan activiteiten. En het maakt Gods aanwezigheid in zo'n leven meer en meer voelbaar. Want iemand is heilig als hij niet meer leeft in zichzelf, in zijn eigen wil, maar in de wil van een ander.